Wij gaan eerst kijken bij een bekende Nederlander. Hier in Amsterdam woont een stylist en modeontwerper die zijn eigen studio aan huis heeft. Reden genoeg om binnen te gaan kijken. Hey, goeiedag. Mijn naam is Bastiaan van Schaik. Dit is mijn huis en kom gezellig kijken. Het is heel handig. Ik heb een afstandsbediening voor de deur. Daar gaat hij ook weer mee dicht. En dat was de enige manier om eigenlijk de deur een beetje op te lossen. Want hij ligt dus midden in de vloer. Ja, het was de oude havenkantine. We zitten hier in de oude haven van Amsterdam. De haven functioneerde op een bepaald moment op met bestaan. Het ging naar de westkant. Dit is de oostkant van Amsterdam. En toen hebben ze het gekraakt, begin jaren 70. En ik heb het, ik geloof, 3, 4 jaar geleden gekocht van de originele bewoner. Nou, wat natuurlijk als eerste opvalt is die enorme ruimte. Het is 8 meter hoog op het hoogste punt. Dus het is hier in het midden van het dak, daarboven. Het is 10 meter breed en 20 meter lang. Dus het is 200 vierkante meter. Voor de verbouwing was het al ruim, was al groot. En ik had zoiets van, ja, je kunt wel gaan verbouwen, maar dan moet nog steeds wel die hoogte houden en dat soort dingen. Dus dat is wel goed gelukt. En plus dat voor de verbouwing was het niet zo wit als het nu is. En dat vond ik absoluut de vereiste, dat alles wit zou worden. Want het licht hier is gewoon echt heel erg geweldig. Nou, tijdens de verbouwing heb ik hele grote kasten erin laten zetten. Dit is eigenlijk gewoon 1 grote kastenwand. Voordat ik hier kwam wonen had ik helemaal geen kasten. Was het eigenlijk gewoon 1 grote puinhoop. Alles lag opgestapeld. En als stylist is het natuurlijk niet heel erg handig. Dan ga ik die kast opentrekken en het is nog steeds een enorme puinhoop. Maar het zit nu in ieder geval in een kast. Dus nu is het weg. Hier staat alles wat ik zo'n beetje nodig heb voor reizen. Koffers en allemaal tassen en weet ik wat allemaal. Het ziet er niet echt heel erg opgeruimd uit. Maar ik kan in ieder geval alles vinden. Dat is altijd het belangrijkste. Op deze muur die hier dan is, wat eigenlijk de grootste muur in het hele huis is. Hier wordt ook heel veel gefotografeerd. Voor bladen, voor mijn eigen internetsite, voor nou, noem maar op. Gewoon alles wat tegen wit gefotografeerd moet worden, kan hier. Ik vond de vloer vond ik heel erg belangrijk, omdat dat, ja, je bleef de oppervlakte zien. Dus die vloer moest ook een prachtige vloer worden. En de vloer is ook het duurst van de hele woning in verhouding geworden. Die heeft een godsvermogen gekost. Het moest toch en iets geld uitgeven, dus dat werd dan de vloer. Maar nou, wat ik ook heel belangrijk vond, is dat ik een enorme keuken zou hebben. Omdat de ruimte wordt ook wel gebruikt als studio, dan heb je veel mensen over de vloer. Dus dan is het handig om een grote keuken te hebben. 2 ovens, omdat ik veel mensen over de vloer heb, gaat er veel eten ook doorheen tijdens de shoots. En 2 ovens is echt een vereiste, met 1 oven red je het niet. Nou, wat ik absoluut essentieel vond voor de keuken, was afgezien van dat er heel veel opbergruimte zou zijn, geen handgrepen. Want ik vind dat altijd zo lelijk en zo onnodig. En dat hoeft ook helemaal niet. Nou, wat ik heel graag wilde, ik had Sex in the City gezien. En wat Carrie kan ik ook, had ik bedacht. Dus ik heb deze schoenenkasten erin laten zetten. Dat zijn 3 kasten naast elkaar waar eigenlijk alleen maar schoenen in kunnen. Terwijl ik helemaal, ja, het zijn natuurlijk wel veel schoenen. Maar het zijn vooral gimpen eigenlijk. Dit zijn ze boven, dek dan. Ook weer helemaal open eigenlijk. Er zitten wel muren in, maar die lopen ook niet tot aan het plafond. En dat wilde ik gewoon graag zo hebben, omdat ja, ik hou gewoon van ruimte. Nou, dan hebben we hier de inloopkast. En aan deze kant heb je dan de douche. Kom je vanuit daar, kom je dus in de slaapkamer. Die is ook weer helemaal open. Ja, ook heel basic. De overweging bijvoorbeeld met dit was, of we zagen die balk eruit voor een stuk, of we laten deze vloer nog bijna 70 centimeter naar beneden zakken, maar dan zou je beneden weer een laag plafond krijgen. Dus ik heb er gewoon voor gekozen om het zo te laten. Het enige wat je dan dus wel hebt, is dat je er zo onderdoor moet om naar het kantoor toe te komen. Wat ik heel belangrijk vind in Amsterdam is dat je natuurlijk naar het water kan kijken. Daarvoor woon je in Amsterdam, want anders kan je net zo goed in Nieuwegein of zo gaan wonen. En hier heb je zoveel water. Oké, het zijn wel niet de grachten, maar het is de oude ertshaven en dat is een prachtig gebied om naar te kijken. Maar ik heb natuurlijk heel veel tijdschriften en boeken. En in mijn oude huis hadden die helemaal geen plaats, die lagen echt overal. En toen ging een verbouwing, had ik wil wel een soort op maat gemaakte boekenkast hebben. Dus deze is gewoon helemaal op maat gemaakt. En enorme ruimte ook voor de tv die er nog moet komen, maar die is er nog niet. Maar die wordt op maat gemaakt. Zo fijn, tv op maat gemaakt. Nou, dit huis betekent voor mij vrijheid en ook geborgenheid. Ik reis ook heel veel. En elke keer als ik hier nog weer terug ben, denk ik, oh god, fijn om gewoon je eigen plek te hebben. Ja, fijn, thuis. Ja, dat betekent deze plek voor mij, thuis. Heb jij ook een droomhuis en mogen wij het zien? Geef je dan op via onze website. Huizenjacht.nl